sociale contacten is moeilijk om te onderhouden, omdat we ook zo vaak weg zijn en veel verplichtingen hebben. Dus dat probeer ik dan op vrije momenten wel te onderhouden. Yo, ready for this. Als ik niet met judo bezig ben, heb ik ook nog veel werk voor school meestal. Ik studeer procestechnologie aan de Karel de Groot Hogeschool. Chemie is helemaal iets anders dan judo, maar ik vind het wel interessant en ik denk dat het belangrijkste is. Ik ben een taak aan het maken voor meta-rail-technieken, die ik dan ook nog moet presenteren. Het loopt goed en zien dat we daar zo snel mogelijk kunnen afwerken. De combinatie topsport en studie is helemaal niet evident. Zeker in het begin moet je echt heel goed zoeken naar wanneer kan ik studeren, wanneer moet ik trainen. En plannen is heel belangrijk. Hoe vaker je dat doet, hoe meer gewoon dat je wordt. En dat is een kwestie van gewoonten ook. Nu ben ik in mijn laatste jaar en ik plan om in januari 2022 af te studeren. Net aangekomen aan het vaccinatiecentrum in Brussel om mijn vaccinatie te krijgen. Ik ben enorm benieuwd hoe dat mijn lichaam gaat reageren op die vaccinatie en ik kijk uit naar het rustige gevoel dat ik zal hebben eens dat ik de twee vaccinaties heb. Ik ben enorm blij dat we toch prioriteit hebben gekregen voor de vaccinatie. Binnenkort mag ik ook mijn tweede vaccinatie gaan halen en dat geeft dan een veel rustiger gevoel richting de Spelen. Ik moet nog altijd opletten en een afstand houden, mondmasker dragen en dergelijke, maar dat geeft toch een geruster gevoel, ook op de trainingsstages waar we met veel mensen in contact komen, dat ik gewoon mijn ding kan doen zonder te veel daarmee bezig te zijn. Ik ben hier klaar om mijn spuitje te krijgen, samen met Thomas. Yo! En kijk er naar uit. Dit is het mama, hè? Hey. Et voilà, merci beaucoup, monsieur. Het spuitje is gezet en je moet een half uur wachten voordat we mogen vertrekken. Dus, ja, ready for this.